Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen zaterdag hebben verschillende pretparken in Nederland een nieuw rookverbod ingediend. Vanaf nu mag je niet meer roken in en rondom wachtrijen. We gaan aan Breda vragen wat ze hier nou van vinden. In een pretpark, ik vind buiten, dan mag het. Daar heeft niemand er last van, toch? Ja, dat vind ik een heel goed idee. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik ben er heel blij mee. Ik vind, ja, dan kan je nergens meer roken. Ja, drinken mag wel, overal. Ja, nee. Ik vind het niet leuk als het niet mag. Als je met een klein kind in zo'n rij staat en er staat iemand zwaar check of wat dan ook te roken, is het best wel irritant, hinderlijk. Ik weet het niet. Wat moet ik daar nou op zeggen, Marina? Ik weet het niet. Ik heb daar even eigenlijk geen mening over. Dus, als ik ergens sta, ja, ik vind het echt heel smerig. Dus ik ben heel blij. Heel blij met deze regeling. Goede zaak. Voor iedereen uiteindelijk beter, denk ik. Ja. Dat vind ik een goede zaak. Ja, ik rook zelf niet. En ik sta dan bijvoorbeeld in de wachtrij met mijn kinderen en dan vind ik het gewoon wel prettig dat ik dan niet in andermans rook sta, ook al is het buiten. Dus, het was altijd toegestaan en dan was er toch regelmatig sprake van hinder als er iemand voor of achter je of in de buurt een sigaret opstak. En nu is dat hopelijk verleden tijd. Als iemand nou zo graag wil roken buiten, als ik er last van zou hebben, dan zou ik... doorlopen. Het eigenlijk dat op terrassen wel moet kunnen. Ik snap wel als mensen gewoon op het gemak rustig gaan zitten om wat te drinken, dat ze er wel een sigaretje bij willen hebben. Ook al word ik er niet heel blij van, maar ik begrijp het wel. En ja, om nou te zeggen je mag nergens meer roken, dat vind ik ook zo wat. Dus ik vind op het terras wel, maar in een wachtrij, ja, daar sta je nogal dicht op elkaar. Dan vind ik het eigenlijk prima dat er rookverbod ingesteld is. Ja. Breda Nu. Je weet het meteen.